y'all adios, I'm done. Yo mensen, fijn dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video en vandaag gaan we weer een Q&A doen. En wat de Q&A inhoudt, misschien weten bepaalde mensen van jullie dat niet. Een Q&A is dus allemaal vragen die jullie insturen naar mij op Twitter, op Instagram, noem maar op. En ik ga jullie vragen beantwoorden in een video. Dus heb je sowieso een vraag voor de volgende video, laat zeker in de reacties je volgende vraag achter. En doe zeker ook een duimpje omhoog en dan gaan we gewoon naar de eerste vraag. En de eerste vraag die is van Brent S. En die zegt, wat vind je de beste game ooit? De beste game ooit. Dat is dan echt van nu tot in 2000. In 2000 ben ik geboren. Wacht, pak 2006. Want om 6 jaar ben ik denk ik begonnen met gamen. De beste game ooit. Ja, ik denk dat toch wel bij Black Ops 2 gaat blijven, ik weet niet. Black Ops 2 bleef altijd mijn standaard antwoord van beste game ooit. Dus ik ga kiezen voor Black Ops 2. Laat sowieso jullie beste game achter in de reacties. En misschien krijg je een hartje. Ja, iedereen krijgt sowieso hartjes in de reactie. Want als ik naar beneden ga en kijk naar de reacties, druk ik altijd op hartje. Of laat ik ook een comment achter. Dus we gaan gewoon naar de volgende vraag, want ik ga weer veel te lang lullen. De volgende vraag gaat over een andere Call of Duty, want het gaat over wat vind je van Black Ops 4, en dat zegt Matteo Sanders. In mijn vorige Q&A kreeg ik ook die vraag, maar toen kon ik er echt nog niet op antwoorden, want dat was dan nog in de beta-fase. En nu is de game wel een paar weken tot een maand eigenlijk uit, dus kan ik eigenlijk mijn mening er wel over gaan vormen. Dus wat ik vind over Black Ops 4, het is een hele toffe game, maar er zitten wel de overpowered puntjes, die moeten eigenlijk eruit gehaald worden. Bijvoorbeeld de attack dog vind ik zomaar zo onwijs sterk. Ja, je kan hem wel snel soms killen, maar soms, ja, sommige momenten gaat hij in één keer dood en sommige momenten gaat hij in de andere keer dood. Wat ik dan ook zo kut vind, zijn die 9-banks die zo lang duren. Ja, ik weet, je kan wel tactical mask aanzetten, maar ja. Ja. Dan moet je weer een puntje van je kleins gaan besteden. En er zitten wat boosterige dingen in. Maar het is niet om te zeggen dat ik echt het haat. Het zit in de game. Het is ook niet te OP. Maar ja, er zitten gewoon zo'n bullshit dingen in. Maar voor de rest vind ik het echt een prachtig Call of Duty. Alle maps speel ik echt even graag. Ja, misschien Militia, of hoe heet die map met die brug daar. Die speel ik niet echt zo graag. Maar voor de rest, ja, alle wapens. Ja, misschien wel. Ik kan er één ding zeggen over wapens. Misschien moeten de submachine guns echt wel iets sterker worden. Want ik vind echt dat de assault rifles domineren, want de assault rifles, ze werken te hard op korte afstand. Wat gebeurt er? Mensen pushen met de assault rifle, gaan ze gewoon hipfiren. Mensen pushen met de light machine gun, gaan ze gewoon hipfiren, terwijl het allemaal lange afstandswapens zijn. Dus ze moeten ook op afstand ermee een beetje kunnen schieten. Maar de submachine guns, ja, die zijn gewoon slapper. En dat is misschien één minpuntje voor de balancing van de wapens. Maar voor de rest is het gewoon echt super sick. En ik ga echt grinden tot aan die level 1000. Want 1000 is geconfirmed blijkbaar. En ja, we gaan gewoon grinden. En je kan alles volgen op mijn YouTube kanaal. Ik ga uploaden. Ik ga binnenkort ook live streamen. Dus ja, ik heb je vraag een beetje uitgebreid behandeld. Want over Call of Duty praten doe ik echt zo graag. Als je me tegenkomt op straat, mag je gerust praten over Call of Duty. Ik lul echt een uur door. Dus we gaan gewoon naar de volgende vraag. De volgende vraag is van Mark Sinninge. Oké, ik hoop dat ik het goed uitspreek. En die zegt, heb je broers of zussen? Ja, ik heb 1 broer en 2 zussen. Oh, godverdomme, ik moest daar even over nadenken. Ik wil het altijd omgekeerd zeggen, maar nee, 1 broer en 2 zussen. Ik heb een moeder en een vader. Ik weet niet of dat interessant is, ja.
Ja, we gaan gewoon naar de volgende vraag. De volgende vraag heb ik eigenlijk al eens gekregen. In mijn eerste of tweede Q&A, ik weet het al niet meer. Maar ik wil het toch nog eens gaan aanhalen. En er zit ook een ander soort vraagje ook in. Dus daarom haal ik het opnieuw op. En die komt van G. Robin. En die zegt, hoe ben je op die leeftijd zo groot in YouTube geworden? En hoe ben je in contact gekomen met Jaraski? Ik weet niet hoe je Jan schrijft, Jan of Islan A.N. Hij schrijft het gewoon Jan met een J. Dan is die vraag beantwoord. En dan ga ik met die leeftijd. Hoe ben ik zo groot geworden op mijn leeftijd? Ik wil ook niet zeggen dat ik groot ben. Dat wil ik even duidelijk maken. Duidelijk maken. Ja, ik heb nu iets van rond de 23.500 abonnees of zo. Het is wel, zeg maar, in één keer hard gestegen toen ik minigames of Fortnite deed. Want voordien deed ik alleen maar Call of Duty. En nu ook minigames. Dan is het wel gestegen. Dus ja, ik weet niet hoe dat ik zo groot geworden ben. Het komt door jullie eigenlijk dat ik zo groot geworden ben. Want ja, door jullie support zou ik echt nooit zo ver al geraakt zijn. En dan, hoe ben je in contact gekomen met Jaraski? Daar wil ik één simpel antwoord op geven. Ik weet het totaal niet. Ik was bij zijn stream en plots stuurde me een DM op Twitter van wil je meedoen. En ja, dan had ik meegedaan en nu zijn we eigenlijk vrienden geworden. Nou, met een prachtig einde. Volgende vraag. De volgende vraag is van The Dutch Way. En die zegt, wat is je favoriete wapen in Black Ops 4? Mijne is Vapor. Nu gaan we weer verder over Call of Duty. Ik vind het echt, ik moet echt eens een Q&A maken over Call of Duty alleen. Weet je wat, ik zal dat doen. Alleen vragen over Call of Duty. Dat, laat sowieso in de reacties achter al je vragen over Call of Duty. En ik ga die gewoon beantwoorden. Ik ga gewoon de Call of Duty Q&A doen. Zo, dan heb ik het gezegd. Mijn lievelingswapen, om erop terug te komen. Mijn lievelingswapen vind ik toch wel die Maddox. Puur omdat die sterk is. En je kan alle afstanden aan. Je kan de close quarters aan. Je kan de mid-range quarters aan. Je kan de long-range afstanden aan. Ja, je kan eigenlijk alles aan. Voor mij persoonlijk vind ik de Maddox meer een... een submachine gun. Ja, ik gebruik hem als een submachine gun. Ik ren daarop af, ik schiet iedereen dood en ik zie wat er gebeurt. Ik vind het eigenlijk echt... het is normaal is het een assault rifle, maar ik gebruik hem als een submachine gun. Dus ja, ik vind de Maddox gewoon het fijnst. De fire rate zit prachtig. Recoil is iets hard, maar ik weet hem te bedwingen. Elk wapen heeft zijn eigen recoil patroon. Ik heb hem al door van de Maddox. En ja, ik heb mijn Maddox al Diamonds. Daar komt ook nog een video van online. En ja, mijn is dus Maddox. En van de Dutch Way is hij een Vapor. En dan gaan we naar de volgende vraag. De volgende vraag is van Thibaut Baert. En die zegt, ga je eens FIFA 19 spelen met Jan of zo? Ik ga je wel iets grappigs vertellen. Ik heb sinds gisteren eigenlijk, dan 12 november, FIFA 19 gekregen, dus ik kan wel sowieso FIFA gaan doen. Of het met Jan is, dat weet ik nog niet. Dan moet ik even vragen naar... Zo, dat moest eruit. Dan moet ik zeker eens vragen naar Jan. En ik kan je al vertellen, ik zuig in FIFA, echt waar. Dit is gewoon niet te geloven. Dus het wordt nog een leuke video om op te nemen als ik heel de tijd verlies. En dat wordt heel leuk om voor jullie te kijken, als jullie willen kijken. Dus we gaan gewoon naar de volgende vraag en we laten FIFA op mijn kanaal komen. De volgende vraag is van It's Rowan en die zegt, ga je mee nog inhalen op Black Ops 4? Nou, als jij even stopt met No Life te spelen, dan kan ik je inhalen. Want Rowan is op dit moment iets van prestige 8, level 30. En ik ben prestige 4 bijna. Ja, maar die vent, die heeft echt double XP weekend gegrind, double XP codes ingevoerd. Ik heb helemaal niks gedaan. Ik heb nog geen één double XP weekend
meegemaakt, want ik was dan weg. En ja, Rowan is gewoon heel wat no-life, die gaat gewoon doorspelen. En misschien kan ik je nog inhalen. Wacht maar. Misschien heb ik de streep van de prestige 10 verloren, of prestige max verloren. Maar de streep tot de level 1000 is nog lang niet gestreden. Haha, want Black Ops 3 was ik level 1000. En we zien het wel. Ik laat jullie ook sowieso altijd door inmiddels van een video laat ik weten dat ik een prestige omhoog ben. En om de 100 levels zal ik dat ook doen als ik naar de level 1000 ga. Dus, volgende vraag. Oké, mijn stem die is echt helemaal aan het weggaan van praten van al die vragen. Dus ik ga even een slokje drinken. Lekkere cola, alsjeblieft sponsor me. Zo, dat moest ik even zeggen, sorry. Maar de volgende vraag is van Marwan. En die zegt, wat is je grappigste moment in Fortnite en waarom? Ik heb dat geüpload op YouTube. Een video dat ik iemand aan het trollen was. Ik vond dat echt compleet grappig. Hè. En ik zal het je ook nu laten zien. Oh, kijk, dat is met mijn woord. Ik zal het klappen. Je is dan zo. Zo, dat was de video. Ik had dus iemand getrold en ja. En ja, ik vond het gewoon grappig om enemies te trollen. Ik heb ook nog veel andere leuke momenten op Fortnite. Van de livestreams van Jan. Video's van Jan. Met Linda. Alles. Minigames. Eerlijk. Die minigames is het leukste om te doen. Want je lacht daar zoveel in. Zelfs voor de opnames moet je soms alles in gereedheid brengen. Bijvoorbeeld een stadion opbouwen. Dit opbouwen. Die spullen gaan zoeken. Je wil niet weten hoeveel we lachen daarin. En ja, het is gewoon fijn om te doen. En dan gaan we gewoon naar de volgende vraag. De vraag is van Yuri Denise. En die zegt, hoe zie je jezelf over 5 à 8 jaar? Zo! 5, 8 jaar. Dan ben ik, wacht hoor. Over 5 jaar dan ben ik 23. En over 8 jaar ben ik dan 26 of zo. Zo. Ik word oude dan. Nee, misschien ben ik nog niet zo oud hoor, maar. Ik weet het niet. Eigenlijk wil ik iets van mezelf hebben. Ik wil eigenlijk een gaming iets oprichten, zeg maar. Van, ja, ik weet niet. Iets van gaming oprichten. Iets van mezelf. Of ik zal. Of ik zal dus zeker doorstuderen, maar dat ga ik in de volgende vraag. In een van de volgende vragen beantwoorden. Dus hou het sowieso bij dat ik iets misschien van mezelf wil. Dus we gaan naar de volgende vraag. En het antwoord op jouw vraag komt nog eens in de volgende. En ergens in de vraag, dus de volgende vraag. De volgende vraag is van Manu. En die zegt, hoeveel subs wil je halen voor 2019? Ik heb daar eigenlijk nooit een getal op geplakt. Nog eigenlijk nooit. Ik zeg altijd zoveel subs mogelijk. Het hangt af van mij. Hoeveel subs ik haal, want hoe meer ik upload, hoe meer subs ik misschien haal, of hoe meer ik verlies, I don't know. Mijn kwaliteit moet goed zijn, alles moet eigenlijk een beetje goed zijn, zodat jullie willen abonneren op mij. En ja, ik weet niet hoeveel subs ik daar dus zou willen halen, ik vind het eigenlijk al een geslaagd jaar. En ja, laten we zoveel mogelijk subs halen, vergeet zeker ook niet te abonneren, wat ik zo super tof vind. En dan gaan we naar de volgende vraag. Zo, die moest er even uit. Ik wou de hele tijd de boer laten, maar die zat een beetje vast. De volgende vraag is van David Badirov. Als ik het zo zeg. Hoe voelt het om 20k subs te hebben? Ja, ik vind het eigenlijk wel al een heel super goed gevoel. 20.000 mensen. Weet je wat ik altijd voorstel? Dat er gewoon 20.000 mensen allemaal achter elkaar staan. Weet je hoe een lange reden zal hebben? En dat is gewoon sick. Om te zien. En ja, op video's heb ik ook al bijna een 100k aangetikt. Dus voor het 20.000 kanaal. Ja, 100k is heel veel. Kan ik je zeggen.
Dus ja, het voelt wel goed. Misschien wordt het nog beter. Ik weet niet of veel mensen nog gaan abonneren. Dus we gaan gewoon naar de volgende vraag. De volgende vraag is weer een alcoholische vraag. Waar iedereen denkt dat ik alcoholverslaafde ben. En die komt ook van Yuri Diniz. En die zegt, kan je goed of slecht tegen drank? Ja en nee. Als ik gegeten heb, kan ik tegen de drank. Maar als ik gegeten heb en ik drink te veel, ga ik kotsen. Dus, oké, ik heb even een binnenpretje. Als ik niet eet, word ik heel snel dronken. Dan kan ik echt al van één biertje op mijn hoofd staan. Maar anders, ik kan wel redelijk goed tegen de drank. Het is niet dat ik na 1, 2, 3 helemaal dronken ben. Dus, ja, nodig me uit en je ziet het wel. Volgende vraag. De volgende vraag is van TimmyBoy2004 en die zegt, wat is je IKEA? Oh my god, ik kan dat echt niet spreken. IKEA! Ik ga zeggen de IKEA. De IKEA, hoppa. IKEA debt ratio. Dus hoor je KD. Wacht, ik heb nu mijn Black Ops 4 voor me staan. Ik ga even kijken. Wacht, waar kan ik dat zien? Op dit moment heb ik een IKEA debt ratio. Ik kan het echt niet zeggen hoor. Van 1.84. Ik zat eerst boven de 2, maar ik ben al inmiddels een beetje gaan kutten in Call of Duty. Dus ja, sowieso gezakt. Dus 1.84 is je antwoord. En dan gaan we naar de volgende vraag. Liam zegt, wat is je mooiste moment van het jaar? Holy damn, wat een vraag Liam. Een jaar, daar zitten 365 dagen in. Moet ik al die 365 dagen gaan herinneren? Maar als ik iets mag herinneren, was het mijn verjaardag. Die was wel sick. Ik had een heel groot feest met... ja. Het was gewoon een heel hekke feest, mijn 18e verjaardag. De trip naar Gamescom. En ja, alle races eigenlijk naar Nederland, naar gaming events, al dat soort dingen. Dat zijn eigenlijk mijn leukste momenten in het jaar. Want dan zit alle gamers, alle gamefans in één groot gebouw samen te praten tegen iedereen. En dat vind ik gewoon vet. En ja, gewoon een beetje interactie met kijkers en dat soort dingen. Dus Liam, dat is je vraag. Antwoord op je vraag. En dan gaan we naar de volgende question. Ik had gezegd dat iemand later zijn antwoord zou krijgen en nu komt hij eraan, want Beetje Gaming 10 zegt, wat ga je doen na school? Ga je volledig op YouTube richten of ga je werken of verder studeren? Stel dat YouTube in de komende 2 jaar heel goed gaat, zeg maar, zal ik me focussen op YouTube. Wordt het helemaal niks, dan ga ik toch wel voor een alternatief gaan kijken. Want je hebt natuurlijk wel je inkomsten nodig. Dus ga ik wel gaan werken. Maar ook misschien YouTube tegelijk doen. Dan ga ik iets minder uploaden, maar werken ook tegelijk. En ga je werken of verder studeren? Eigenlijk wil ik over een 1,5 jaar nog 3 jaar bijstuderen. Het hangt ervan af of YouTube iets wordt. Als YouTube iets wordt, ga ik niet meer bijstuderen. Maar anders zou ik nog 3 jaar informatica en programmatie gaan studeren. Dat is een hele zware eigenlijk. Een hele zware studie. Dat is zeg maar programmeren van websites, games, dat soort dingen. Ik wil daar iets in gaan doen. Het interesseert me ook. En je moet later wel een job doen die je interesseert. Dus ik weet eigenlijk totaal niet wat ik ga doen. Wordt YouTube iets? Wordt YouTube niks? Dan ga ik werken en studeren. Ja, en dat is je antwoord op jullie vragen. En dan gaan we nog een paar vragen doen. Dus ik kijk hier even op mijn bestandje. Ik heb nog 3 vragen voor jullie. Zo, ik heb 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 18 vragen vandaag. 18 vragen. En de volgende vraag is van PandaGang. En die zegt, wat zijn je plannen met YouTube qua upload, etc. Je merkt het dat ik de laatste tijd wel veel meer
upload en dat komt ook gewoon, de support is hard en ik vind het echt leuk geworden. Ik heb, zoals jullie zien, misschien iets een nieuwe setup. Ik zit wel wat chiller eigenlijk. En binnenkort ga ik ook verhuizen, dus ja, ik zeg dat echt al fucking leuk dat ik ga verhuizen. Maar er zijn gewoon te veel werken en er komt er gewoon niks van dan. En als ik verhuis, dan heb ik zo een chille kamer, sowieso een room toe, komt er dan aan. En wat mijn plannen zijn met YouTube is gewoon zoveel mogelijk uploaden. Ik probeer altijd dagelijks. Ik heb ook iets nieuws gevonden, een première starten. Dat is zeg maar niet live. Maar dan kan ik samen de video kijken met jullie, terwijl jullie kunnen chatten met mij, zeg maar. Het is zeg maar een livestream die niet echt een livestream is, maar in een video. Ja, het is raar om uit te leggen hoor. Maar het is niet live, het is een video waar jullie kunnen chatten met mij. En qua uploads wil ik sowieso minigames vaker gaan doen. Die komen er ook heel, ja, die komen er al meer. Call of Duty wil ik blijven, FIFA komt eraan, Let's Plays komen eraan. Dus ja, er komen eigenlijk veel dingen aan. En dat was je antwoord. En dan gaan we kijken hoeveel vragen nog. 2. En die is van Jitschutje. Sorry als ik verkeerd uitspreek. En die zegt Turkije of Duitsland. Sowieso Turkije. En misschien weten mensen het al. Ik hou van de warmte, dus ik ga naar Turkije. Duitsland is niet zo warm. Dus ik ga gewoon naar Turkije. En de laatste vraag is van Diamantje. Wel, sorry Linda als je als laatste staat, maar je stond als laatste in mijn lijstje. Dus Linda zegt, wie zijn je beste vrienden? Mijn beste vrienden is eigenlijk iedereen. Elke abonnee is mijn beste vriend. Shout-out naar jullie trouwens. Elke vriend is mijn beste vriend. Dus ja, ik besteed misschien iets meer tijd aan de ene dan aan de andere. Maar iedereen is gewoon beste vrienden. Ik vind eigenlijk het woordje beste vriend kut eigenlijk. Ik weet niet, ja, maar ik vind het eigenlijk kut. Omdat je misschien dan de andere wat benadeelt. Dus ik zeg gewoon dat iedereen mijn beste vriend is. En ja, dat is je antwoord. En dan zit de Q&A erop. 18 vragen vandaag. Boom, bas, bam. En een lekkere achtergrond gameplay. Zo. Die moest er ook even uit. Maar laat sowieso je vragen achter in de reacties moeten iets verzinnen. Want ik wil een gewone Q&A doen en ik wil een Call of Duty Q&A doen. Doe je vraag van de gewone Q&A hier beneden in de reacties. En typ eerst je vraag en dan hashtag Q&A. En als je een Call of Duty vraag hebt, typ dan hashtag Black Ops 4. Of nee, niet Black Ops 4, doe dan hashtag Call of Duty, want ik mag over alle Call of Duty's gaan, dus. Dus ja, laat sowieso jullie vragen achter. Ik heb echt wel zin om die Call of Duty Q&A op te nemen, eigenlijk. Dus, ja, laat jullie vragen achter, doe zeker een duimpje omhoog. Dat belletje kan je ook opdrukken, dan weet je wanneer ik iets upload. En abonneer, en dan zie ik jullie de volgende keer weer terug, mensen. Doe de... Lou, hoe, boe!